De waterspeelplaats in Doekpark De Hagen was allang in gebruik voordat wethouder Eugène van Mierlo de kans kreeg om hem te openen op de dag van de duurzaamheid. Als ik denk aan een waterspeelplaats, dan denk ik gelijk aan een verhaal van mijzelf van vroeger. Van toen ik zelf nog op de basisschool zat. En zelfs om 30 jaar geleden, maar we gingen toen bij mij in de wijk naar een vijver toe. Schepnetje mee, glaasjes mee, van die potjes waar je wat leven in kan doen. Hè, het water, om te kijken van wat zit er nou allemaal in die vijver. En toen kreeg ik een schouderklopje en opeens, kaduuk, daar lag ik dan. In de sloot, een nat pak. Een hoop lol, dat wel. Maar vooral ook een moeder die niet echt blij was met wat er gebeurde. Maar vandaag staan we hier bij de nieuwe waterspeelplaats. En hoop ik eigenlijk stiekem dat heel veel kinderen hier toch lekker een nat pak gaan halen. Laarzen aan, lekker ravotten in het water. Met takken slepen, met stenen sjouwen en er wat leuks van maken. Dat is iets wat we hier met elkaar na vandaag hartstikke leuk kunnen gaan doen. Behalve de waterspeelplaats komt er in het voorjaar al een moestuin en waterschap Vechtstromen gaat een oever glooiend maken, inclusief een aanlegplaats voor kano's. Maar kroon op het werk wordt het paviljoen. Stelt u zich dan, dit park is voor zonder natuurcentrum, zonder paviljoen, zonder bescheiden terras van waar de ouders en spelende kinderen in de gaten zouden kunnen houden. Een terras waar de uitgestapte kanovaders geen broodje zouden kunnen eten. Waar de toekomstige bewoners van zorgaccenten op een mooie zondag niet met hun kinderen even naartoe zouden kunnen voor een kop koffie. En waar onze vrijwilligers hun educatieve taak niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ik kan me zoiets niet voorstellen en ik hoop dat wethouder van Mierlo zich samen met het college in zal zetten om zo spoedig mogelijk dit paviljoen te kunnen realiseren. Het gaat natuurlijk om het gevoel van vrijheid dat kinderen krijgen door lekker buiten te spelen. Het maakt ze sociaal vaardig, maakt ze creatief. Leuke dingen doen, meer zelfverzekerd. En niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Want ik hoop natuurlijk van harte dat als kinderen hier naartoe komen en pa en ma gaan mee, dat ze ook lekker op de fiets komen en hier ook hun plekje vinden en met anderen ook in gesprek raken. Het gaat ook om het sociale aspect dat eraan vastzit. En dat is iets wat zowel de binnenstad als de wijk hierachter, jong en oud, ook verbindt. En dat is een heel belangrijk element.